Deze video gaat over hormoonklieren en eerst gaan we even kijken naar klieren in het algemeen. Als je naar klieren gaat kijken, dan kan je onderscheiden endocrine en exocrine klieren. Endocrine klieren geven stoffen af aan het inwendige milieu in je lichaam en dat zijn dus bijvoorbeeld die hormoonklieren. Hormoonklieren geven stoffen, hormonen af aan het bloed en dat is inwendig. Exocrine klieren geven stoffen af aan het extern milieu. Bijvoorbeeld de talgklieren, die geven stoffen af aan je huid en dan komt het eigenlijk zelfs buiten je lichaam terecht. Dus duidelijk extern milieu. Maar ook bijvoorbeeld speekselklieren of andere klieren die spijsverteringssappen maken. De binnenkant van je darmholte is nog steeds extern milieu. Dus ja, als je daar stof aan afgeeft, en hetzelfde geldt voor speeksel in je mond, dan worden er stoffen aan het externe milieu afgegeven, oftewel een exocrine klier. Nou, wat zijn nou eigenlijk hormonen? Hormonen zijn signaalstoffen en die signaalstoffen worden via het bloed vervoerd richting alle cellen in je lichaam. En alleen de cellen van de doelwitorganen zullen reageren op dat hormoon. Dat betekent dus dat bijvoorbeeld het hormoon FSH, het follicelstimulerend hormoon, dat is bij vrouwen bedoeld om follicels te laten rijpen in de eierstokken. Maar dat hormoon dat gaat het hele lichaam door met het bloed. En dat komt bijvoorbeeld ook gewoon in de onderarm terecht. Maar daar zullen die cellen niet reageren. Daar zullen ook geen follicels gaan rijpen. Dus alleen doelwitorganen hebben receptoren voor zo'n hormoon. En die zullen dus reageren op de aanwezigheid van het hormoon. Een aantal belangrijke hormoonklieren in je lichaam zijn de hypofyse. Die hier onder de hypothalamus ligt. De hypothalamus stuurt ook de hypofyse aan. Daar ga ik je straks wat over vertellen. De schildklier. De lever. En dan achter de maag bevindt zich de alvleesklier. We hebben ook nog de nieren, links en rechts. Met daarbovenop de bijnieren. Voor vrouwen geldt dat de eierstokken belangrijke hormoonklieren zijn. En voor een man zijn dat ook nog de tilballen en niet de eierstokken dus. Nou, de hypofyse is de centrale hormoonklier van je lichaam. Die maakt heel veel verschillende hormonen. Er komen heel veel hormonen in het bloed op die plek. En hij wordt aangestuurd door een stuk van de hersenen dat daar vlak boven ligt, namelijk de hypothalamus. En die zet de hypofyse dus aan tot actie. Dat kan op twee verschillende manieren gebeuren. De voorkwap van de hypofyse wordt op een andere manier aangestuurd dan de achterkwap van de hypofyse. Die hypofyse bestaat uit twee delen. De adenohypofyse, de voorkwap, en de neurohypofyse, de achterkwap. Nou, in die adenohypofyse bevindt zich klierweefsel en dat is een plek waar die hypofyse dus ook daadwerkelijk zelf hormonen aanmaakt en die hormonen ook afgeeft aan het bloed. Welke hormonen dat zijn, zullen we zo even bekijken. De neurohypofyse, de hypofyse achterkwap, dat is eigenlijk een plek waar vooral zenuwweefsel ligt. En dat zenuwweefsel, dat zijn de uitlopers van de neuronen, de zenuwcellen, waarvan het cellichaam in de hypothalamus ligt. Nou, die cellen, die neuronen, die maken zelf hormonen aan en die geven ze af aan het bloed in die achterkwap van de hypofyse. Dus de hypofyse maakt niet zelf die hormonen aan. Het is alleen de plek waar de stof wordt afgegeven aan de bloedvaten. En doordat dat hormoon wordt gemaakt door neuronen, zenuwweefsel, noem je het hormoon dan ook een neurohormoon. Nou, hier zie je in een schema welke hormonen er afgegeven worden in de hypofyse of juist door de hypofyse. In de hypofyse achterkwap zullen hormonen die door de hypothalamus zijn gemaakt afgegeven worden aan het bloed. De uitlopers van de neuronen uit de hypothalamus sluiten aan op de bloedvaten en die geven dan zelf die oxytocine en die ADH af. En als je naar de voorkwap van de hypofyse kijkt, dan is die hypothalamus juist de hypofyse voorkwap zelf aan het stimuleren om hormonen af te geven. En dan kan die hypofyse zelf bijvoorbeeld ACTH, TSH, groeihormoon, FSH, LH, prolactine, endorfine afgeven. Maar die zijn dan zelf gemaakt door die voorkwap van de hypofyse zelf.
ADH maakt je lichaam als reactie op een dalende bloeddruk. Als de bloeddruk laag is, dan heb je dus een laag volume aan bloed. Zal er dus weinig water aanwezig zijn in de bloedvaten. En om die reden is het handig om niet nog meer uit te gaan plassen, maar juist heel veel water terug te halen uit de voorurine. Oftewel, die ADH is handig. En oxytocine, dat beïnvloedt het samentrekken van de gladde spieren in de baarmoederwand bij de bevalling. Is ook bijvoorbeeld betrokken bij sociaal gedrag of het stimuleren van melkproductie. Bij de adenohypofyse werkt het als volgt. Worden er of releasing hormonen afgegeven. Die stimuleren het afgifte van hormonen door de adenohypofyse. Of inhiberende hormonen, inhibiting hormonen. En die remmen de afgifte van hormonen door de hypofyse voorkwam. Dus op het moment dat er dat in feite de schildklier gestimuleerd zou moeten worden, oftewel de hypofyse moet TSH afgeven, dan zal de hypothalamus een RH afgeven die de afgifte van TSH stimuleert. En op het moment dat er de bijnieren minder geactiveerd hoeven te worden door ACTH, dan zal die hypothalamus juist een IH afgeven die de afgifte van ACTH door de hypofyse voorkwap, de adenohypofyse, remt. Vond je deze video leerzaam? Zou je vaker van mij uitleg willen krijgen? Dan zou ik zeggen, abonneer je op mijn kanaal.